qua terugverdienmodel van dit type van investeringen. Enerzijds heb je natuurlijk de duurzaamheidsdoelstellingen die Europa oplegt. Hè, zijn om tegen 20, 30, 50% CO2 te gaan reduceren. Anderzijds hè, is het uiteraard nuttig om zeker ook een bepaalde terugverdienmodel te koppelen aan een investering die u helpt in uw duurzaamheidstoepassingen. We hebben daar de elektrische toepassingen, waardoor het mogelijk is dat sommige ETS1-bedrijven niet meer onder hetzelfde regime komen te vallen. We hebben de warmtepompen, waar we mits een goed rendement zeker ook een bepaalde terugverdientijd realiseren. Voor alternatieve fuels kijken we dan eerder naar beschikbaarheid. Is er biogas ter beschikking? Is er waterstof ter beschikking? Of een reststroom die jullie momenteel nog niet nuttig gebruiken? Dan kunnen we daar ook zeker mee naar kijken. Ook het advies of een bepaling van mogelijke terugverdientijden, daar willen wij u als Calans zeker mee helpen. Om de terugverdientijd van uw installatie te helpen bepalen, neem contact met ons op. Er staat een ploeg van ervaringsdeskundigen voor u klaar.